Ja, lieverd, maar ik heb zoveel oproepen van je gemist dat ik denk, er is iets ernstigs aan de hand. Of gaat het over dat alarm? Ik hoor je niet. Ik ben nu aan het eten, lief. Oké, maar je stuurt allemaal boze berichtjes naar mij. Maar wat kan ik aan doen? Ik ben net geland. Ja. Dan moet je iemand anders erop zetten. Oh ja, Wesley. Dat gezeik, dat gebeurt als ik in de lucht zit. Wat kan ik daaraan doen? Anders had ik het al opgelost. Maar je moet gewoon even normaal doen. Maar ga maar lekker eten. Ik spreek je later wel. En wat kan ik daaraan doen? Niks, maar jij stuurt allemaal boze berichten naar mij uit het niets. Ja. Ik kan ook niks doen als ik hier zit. Ik kan ook niet naar de huis. Nee, maar ik ook niet. Maar ik stuur geen zulke rare berichten naar jou. Maar jij geeft me altijd overal de schuld van, terwijl ik er niks aan kan doen. Ik ben net geland, Wes. Ik stap letterlijk net in de auto. Ik ga nu naar huis. Er staan zometeen allemaal mensen op de stoep. En ik heb nog niks voorbereid. Okay. Ik spreek straks wel. Eet smakelijk. Oké, dank je. Doei. Wesley is dan op trainingskamp en Wesley is gewoon gewend. Als hij mij belt, dan neem ik op, maak ik tijd voor hem. Maar ja, als ik in de lucht zit, is dat onmogelijk. Nu moet ik erom lachen hoor, maar op dat moment denk ik, Wes, je kan toch ook wel even denken waar ik op dat moment was. Maar op dat moment kan hij dat niet. En dan vind ik hem heel irritant en hij vindt mij heel irritant dat ik gewoon dat niet heb opgelost en hij lastig wordt gevallen. Dus op dat moment vinden we elkaar zwaar irritant en hebben we even woorden. En dan denk ik echt, pff,